Welkom bij de 18.3 Schakelen Biocast. We kijken naar synapsen, want die kunnen exciterend zijn, in dat geval depolariseren ze. Een natriumkanaal gaat open, waardoor natriumionen naar binnen kunnen stromen. Hij kan inhiberend zijn, dan hyperpolariseert het postsynaptisch membraan, doordat kaliumionen naar buiten gaan of negatieve chlorionen naar binnen gaan. In beide gevallen hyperpolariseert het postsynaptisch membraan. Een neuron was eenrichtingsverkeer van de dendrieten naar de axonen. Hij werkt maar met één soort transmitter. Die kan stimulerend zijn, wat ik net zei. Exciterend heet dat ook wel. Of remmend, dan is die inhiberend. En je ziet hier heel veel verschillende synapsen op één zenuwcel. Het verder geleiden van de impuls is een som van de exciterende en de inhiberende impulsen. En dat betekent dat er wel of niet een impuls verder gaat lopen. Hier zie je hoe verschillende impulsen opgeteld kunnen worden en de som die eruit komt. Er is de impulsopvang met het receptief gedeelte, de dendrieten en het cellichaam. Dan is er het conductief gedeelte, dat zorgt voor het geleiden, dat is de axon. En dan hebben we tenslotte nog de synaps van het axon. En die zorgt voor het overdragen van een impuls, het transmissief gedeelte. Hier zien we een zenuw en die bestaat uit verschillende axonen die daardoor lopen. Hier zie je de axonen in deze doorsnede. Dit is het bindweefsel wat ertussen zit. En dan hebben we nog een bloedvat. Hier de ruggengraat met het ruggenmerg daarin. Nummer 1. Hier zie je een doorsnede van het ruggenmerg. En daarin zie je het centrale kanaal zitten met hersenvloeistof. En dit is de witte stof, dat zijn de gemyelineerde axonen. En dit is de grijze stof, die bestaat uit dendrieten en cellichamen. En axonen waar geen myeline omheen zit. De witte stof en de grijze stof, de grijze vlinder zie je zitten. Dit zijn de grote hersenen. Het rode gedeelte zijn de kleine hersenen. Daaronder zit de hersenstam, het ruggenmerg en dan komen we bij het perifere zenuwstelsel, de perifere zenuwen van de romp. De zenuwen van de arm en natuurlijk van de benen. En hier hebben we nog hersenzenuwen zitten. Die komen rechtstreeks uit de hersenen. Een bewuste reactie. Het zintuig in de hand neemt de temperatuur waar en er ontstaat een sensorische impuls. En die gaat hier via schakelzenuwcellen verder. Je neemt een beslissing en via schakelzenuwcellen wordt een impuls gebracht naar een motorische zenuw. En die laat een spier bewegen, in dit geval om de kraan open of dicht te draaien. Maar je hebt ook reflexen. In dat geval ontstaat er ook weer een impuls in de zenuwcel. Maar die gaat via een schakelcel niet eerst naar de hersenen, maar hij gaat direct via een schakelcel naar een motorisch neuron. En die laat je direct reageren, nog voordat de impuls bij de hersenen is aangekomen. Een reflex. Dit was de 18.3 Biocast. Veel succes met studeren. Tot de volgende keer.